Deze plek tussen het Eindhovense Designhuis en het Stadhuisplein moet straks een thuishaven zijn voor veel planten en diertjes. Het plein met een poeltje en straks veel nieuwe plantjes is een nieuw voorbeeld van meer groen en biodiversiteit in de stad. We zien dat vooral in de zomer het heel heet kan worden in de stad. Nou, en als je heel veel mensen hebt in je stad, dan is het ook fijn dat mensen verkoeling kunnen zoeken. Dat kan in groene ruimtes zoals deze. We hebben bijvoorbeeld ook wanneer er heel veel wateroverlast is in de stad, hè, dat dan de straten blank komen te staan. Ook daar biedt die groene stad een hele goede oplossing voor, omdat ja, plekken zoals deze ook dat water op kunnen vangen. Zo'n 10 locaties in de binnenstad. De stad wil het stadsbestuur vergroenen. Hier dus bij het Stadhuisplein, maar ook op het NRE-terrein en het Wilhelminaplein, dat er straks ongeveer zo uit moet gaan zien. Eerder deze week presenteerde de gemeente al de nieuwe plannen voor het Stationsplein, waar ook veel meer ruimte komt voor groen. Zitjes en de Gender, een beekje dat naar boven wordt gehaald.